Ja, we staan nu in de winkel van Glarefans. Dit is boven onze werkplaats. Onze origine bouwen wij oude caravans om tot nieuwe. En hier hebben wij een mooie winkel waar we eigenlijk heel veel mooie stijlvolle kampeerspulletjes verkopen. Wat wij doen is oude caravans, die strippen wij volledig en die bouwen wij helemaal nieuw op. En dan houden we het oude hulsje behouden we, maar de rest vervangen we. Dus er komt nieuwe rijtechniek onder, nieuwe assen, nieuwe koppelingen, nieuwe remmen. Dan bouwen we de oude basis er weer op. En daar bouwen we eigenlijk een interieur naar smaak van de klant weer bij. En dan bouwen we echt een custom-made reisbeleidje in een hele oude vintage caravan. Zo moet je denken aan bijvoorbeeld de oude Volkswagen T2 busjes of T1. Die charme, alleen dan met de caravan. Ik heb ooit een caravan gekocht, naast huis gezet. Gepimpt, zoals mensen zeggen. Dus een beetje verf, een beetje kwasten. En ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik daar eigenlijk een bedrijf in begonnen ben. En dat is een beetje uit de hand gelopen tot wat het nu is. Dus hobbymatig. Geen dag is hetzelfde. Zoveel verschillende dingen. En dat vinden mijn medewerkers ook leuk. Als je een caravan bouwt, ja, dus één keer in de twee, drie maanden doe je hetzelfde. En voor de rest eigenlijk elke dag wat anders. Elke caravan heeft zijn eigen uitdagingen. Elke keer een andere klant met andere eisen. En we hebben natuurlijk gewoon een hele leuke winkel waar mensen heel enthousiast van worden. Zowel online als offline. En ja, dat maakt het leuk dat je iedereen weer met plezier op vakantie kan sturen in jouw mooie gemaakte reisbeleidje. Dit is Glarefan 13. Dit is een hele bijzondere Westfalia caravan uit 1960. Dit is de enige straks in Nederland, vooral van dit formaat. En die zijn we nu eenmaal aan het restaureren naar klantenwens. Ik zal jullie een kijkje in de caravan geven. Zo, dit is ons nieuwste reisbeleidje. Helemaal uitgerust met alle technische snufjes van nu. Dat wil zeggen een grote airco met climate control. Dat is ook verwarming. En dat kun je allemaal via de app bedienen. Een mooie oven met 3 pits gasfornuis. We hebben een mooie koelkast. We hebben ook een heel mooi hip toiletje met bijbehorend behang. Alles wat de klant wenst. Daarnaast heeft het, de caravan ook nog zonnepanelen op het dak. En kun je eigenlijk overal off-grid staan. Ook omdat hij een 70 liter watertank heeft. Elke caravan heeft iets moois. Elke caravan willen we gedurende het bouw ook wel eens mee stoppen. Omdat we er klaar mee zijn. Want tegenvallers en meevallers. Maar over het algemeen, mooiste caravan. Ja, nee, heb ik niet. Ze zijn allemaal mooi.